De coalitiebesprekingen in Altena, die zijn nog in volle gang. Na afloop van de eerste raadsvergadering peilde verslaggever Ruben Duinker hoe het ervoor staat. De burgemeester is nu nog alleen. Gaat het nog lang duren voor er een college is? Ik hoop het niet voor hem. Nee, want het is toch wel een beetje sneu, toch? Ja, je moet hem niet te lang alleen laten, dat klopt. Hoe gaan de coalitiebesprekingen? Wat mij betreft gaan die in een zeer goede harmonie. Het zijn voor mij de eerste coalitiebesprekingen, maar ze voldoen volledig aan mijn verwachtingen. Dus als we hem zelf hadden in mogen zetten, dan hadden we dat ook op deze manier gedaan. Dus wat dat betreft complimenten voor het CDA op de wijze waarop ze dat doen. De coalitiebesprekingen, hoe gaan die tot nu toe? Ja, die verlopen uitstekend. Er is een hele goede sfeer onderling, onder leiding van de formateur, mevrouw Brigitte van Haafden. Nou, dat is denk ik ook een hele goede zet geweest. Zij leidt het proces echt op een voortreffelijke manier, dus... Het loopt goed. Hoe lang moeten we nog wachten op de nieuwe wethouders van Altena? Nou, wat mij betreft niet te lang. Dus we hebben morgen weer een vergadering waarin weer wat spijkers met koppen geslagen zullen worden. Dus we zitten bijna aan land. En hoe lang moeten we nog wachten tot er een nieuw college is? Want de burgemeester die is nu maar wat alleen. Ja, dat is wel sneu, hè? Nou kan hij heel veel alleen. Dat heeft hij eerder bewezen in Meijerijstad. Daar was eigenlijk een vergelijkbaar proces. 1 januari gestart. College eind januari schoof het aan. Dus dat is, ja, de verwachting is hier ook zoiets. Maar ja, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe het aan de onderhandelingstafel gaat. Maar daar zitten jullie. Wij zitten als een van de partijen aan de tafel. Nou, de sfeer is goed, er is vertrouwen. Dus ja, ik heb daar gewoon vertrouwen in dat het goed komt. En ik denk wel eerder dan voor de zomer. Denk ik ook. Dat mag ik wel hopen. Voor de lente in ieder geval. Als ik de burgemeester mag geloven, dan wordt het in januari bekend wie er in het college komen. De SGP mag ook iemand gaan leveren. Wie is jullie volgende kandidaat die dan de functie van raadslid gaat bekleden? Ja, maar dan gaat u ervan uit dat iemand uit de fractie ook onze wethouderskandidaat is. Nou ja, daar ga ik nog niks over zeggen. Want dat is nog in de beslotenheid van de coalitieonderhandelingen. Dus daar ga ik nog niks over zeggen. Maar ik kan wel zeggen wie de nummer 6 is. Dat is de heer Bossenbroek uit Andel. Jan Bossenbroek uit Andel. En staat hij te springen? Hij is absoluut beschikbaar om raadslid te worden, mocht het nodig zijn. Zeker, ja.